Lucky Lua. De hondenpot. Kijk daar. Ja, kijk, daar zit het. Hallo Luxie. Hallo. Een bosje tulpen. Goed zo. Dat is de Joe van papa. Hij gaat iedereen mijn hamster. Ben je daar weg? Zie je meer mensen dat idee? Alles in kasten. Jee, was het terug. Een corona virus gebeurt. Kijk, mijn worteltjes. Ik, die neem ik ook weer voor de set. Hek je dicht. Mooi. Nee, ja, grapje. Ja. Een hele goede morgen. Ik ben mooi aan mijn knikkerbanen te spelen. Kijk hier. En Sammy? Die doet ook mee. Nou, en het is weer een nieuwe vlog. Nou, en kijk weer gezellig met ons mee. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de... Bellinga's familievloggers. En het is vandaag vrijdagochtend. De kinderen die hebben vandaag een kort dagje. Ja, een snor. De kinderen hebben een snor. Lucilla heeft een snor. Chocoladepasta mond. Nee, een melksnor. Oh, en een melksnor. Ja, ook een chocoladepasta mond. Ja. Luxie zit lekker daar een videootje te kijken met wat druifjes. En ja hoor, ga er maar naast zitten. En vandaag is het kort dagje voor de kinderen. Ze gaan zo eerst even lekker naar de basisschool. Luan is daar weer aan het spelen met zijn knikkerbaan. Kijk, en Sammy heeft hij erbij. Kijk, hier hebben we Sammy. En Luan is weer met zijn knikkerbaan aan het spelen. Hé, maar kom je zo wel even lekker eten, jongen? Mag ik hier eten? Nee, wel even netjes aan de tafel eten. Wij gaan straks ook weer na school naar onze Westendorpje. Waar we weer onze cowboy-serie gaan opnemen. De laatste afleveringen van de serie. De serie bestaat namelijk uit meerdere afleveringen. Het is een superleuk, spannend comedy-verhaal. Wat zich afspeelt in het Wilde Westen. Met Lucky Luan en Lucy, noemen ze in de serie. En Luxie. En Sheriff Dan. En ik ben Farrah. Dus heel erg leuk dat we ook echt andere... Ja, we zijn wel onszelf, maar dan toch een soort van western karakter, zeg maar. En er zijn dus twee boeven. En daar gebeuren allemaal superspannende dingen mee. En die laatste afleveringen gaan we nu dus nog opnemen. Maar jullie kunnen dit al wel zien op ons eigen Bellinga platform. Want daar hebben we deze super gave cowboy serie gelanceerd met z'n allen. Dus als je nou wil weten hoe die serie gaat, of ja, je wilt hem graag zien, kijk dan even op Bellinga TV. Ik zal even wat meer informatie hieronder neerzetten. Op het moment dat ik dit nu opneem, weet ik zelf ook nog niet heel veel meer. Dus ik zal even wat informatie hieronder neerzetten, zodat jullie weten waar je deze superleuke, gave cowboy-serie kan bekijken. Nou, wij gaan zo eerst even de kinderen naar school brengen. En dan heel eventjes door naar de supermarkt om wat boodschappen te doen voor van het weekend. Hallo, goedemorgen namens mij. Het is weer een mooie nieuwe dag. Waar we zin hebben in het weekend. Kijk, hier zitten mijn kindjes. Kinderen, gaan jullie zo mee de auto in? Ja. Papa, we gaan alles inpakken. En dan uit school gaan we er weer lekker op uit, hè? En we nemen jullie mee. Zo, Luxie. Nu al zullen zijn op school. Wij gaan eerst even het eerste boodschapje doen. Wat hebben we nodig? Hondenvoer eens op. Dus we moeten hondenvoer halen. Moest de Pip halen de hond in de pot. Ja. Zo, Luxie. De honden halen de hond in de pot. Dus wil je maar even een 40 kilo zak halen. Wat is dit? Oh, dat is een speeltuin. Ja, maar dat is van kindjes. Ja. Dat is voor andere. Dat is geen openbaar. Dat is een tuin. Nou, gaan we naar binnen. Het ruikt hier helemaal naar dierenbrokjes, hè? Zo. Zie je dat? Nou, papa die... heeft een grote goede zak, maar wij horen hier ook naar vogeltjes, zie je dat? Waar zijn de vogeltjes? Kijk daar! Daar zijn de vogeltjes! Dat zijn de pakketjes! Ja, kijk, daar zitten ze! Lief, hè? Hé? Hey. Niks. Ja! Dit zijn vogeltjes, kan je dat zeggen, vogel? Zeg maar, vogel. Vogel. Visjes, zijn er ook visjes? Zijn er ook visjes? Hallo! Oh, dat zijn visjes. Heel veel visjes. Nee. Dat zijn mooie visjes, Luxie. Kijk, ze zeggen allemaal hallo tegen jou. Hallo, Luxie. Hallo. Ja, oh ja, tuurlijk. Je hebt dat trappetje. Dat trappetje. Er zijn ook nog visjes, ja. En dat zijn hele kleine visjes. Ja, dat zijn die mini-visjes. Dat zijn weer andere soort visjes. En hierboven zijn guppies. Guppies. Dat is ook mooi, hè? Mooi voor dat guppies.
Nou, ik kreeg ook nog een bosje tulpen krijgen we hier. Dat is lief. Goed zo. Ja, mooi liefie. Mooie bloempjes. Nou, de hondenbrokken en de bloempjes binnen. En nu gaan we even op naar de supermarkt om wat boodschapjes te doen. Eerst eventjes naar de... Gaat. Jan is op. Hou je die vast? Dat is de Jan van papa. Die was op, hè? Die gebruik nu aan haar. Ja. En met het corona gebeuren zijn we ook even op zoek naar ontsmettingsspul voor de handjes. En zeep voor de handjes. Om goed alles schoon te houden, papa. Wat is dat daar? Volgens mij staat het daarvoor ergens. En het is behoorlijk druk in de winkels. Volgens mij gaat iedereen hamsteren. Hey Luxie, kijk eens. Hier. Alle zeepjes zijn bijna weg. Zie je dat? Ik moet even nog een goed zeepje uitzoeken. Ja. Maar volgens mij hadden meer mensen dat idee. Zie je dat? Nou, we hebben nog een paar laatste zeepjes kunnen instaan. En Luxie heeft deze ook. Want die vindt ze altijd super lekkere, schatje. Nou, en nu gaan we naar de supermarkt. Om nog even wat boodschappen in te kopen. We hebben half negen met alle zes kasten aan draaien. Nou, ja. Dat is bijna leeg. Ik heb alles gepakt maar, denk ik. Ja, twee weken geen boodschap meer te doen. Nee. Mama zei net tot over drie weken, kassa, juf. Over drie weken, hoor. Ik kom in drie weken de deur niet meer uit. Allemaal in, volgens mij waren we niet de enige. Zes kassa's? Alle schappen waren leeg. Vanaf 8:30 open. Zes kassa's. Dat had ik serieus niet verwacht. Dat had ik echt niet verwacht. We zitten niet eens in Brabant. We hebben alles. Auto inpakken en naar de prairie. Zo, wij zijn weer thuis. Ik heb net ook eventjes boven alle spullen ingepakt voor het weekend. En jullie zien hier alle boodschappen liggen. Ja, misschien is het eventjes een beetje overdreven. Ik heb geen idee. Zit je op de stoel? Luxie zit even op de stoel. Maar ja, weet je, dat coronavirus gebeuren is nu toch wel een klein beetje een dingetje. En kijk, dit is een beetje wat ik allemaal wat boodschappen betreft heb ingeslagen. Ik moet zeggen, het is niet zo dat ik voor 2 maanden lang eten in huis heb gehaald of zo. Maar ik was waarschijnlijk niet de enige in de supermarkt, want het is maandagochtend. We hadden net de kinderen naar school gebracht. En ook op school merkten we trouwens het verschil. Want op school moest ik de kinderen bij de deur afzetten. Ja. Ja, doet hè. Ik moest vanochtend de kinderen bij de deur afzetten en mocht dus niet meelopen het schoolgebouw in. Dat hadden we ook al gekregen in een mail hebben we daarover gekregen op school. Van dat de ouders niet meer het gebouw in mogen, maar echt de kinderen bij de deur moeten afzetten. Waar de juffrouw's de kinderen aannemen en dan naar de klas gaan. Dus dat was vanochtend ook heel anders en omschakelen van oeh. Dat is volgens mij toch best wel een serieuze zaak op het moment. Daarna gingen we naar de supermarkt en op maandagochtend is het normaal gesproken super rustig in de winkel. Maar het was stampes druk in de winkel. Parkeerplekken waren overal vol. We liepen de winkel in en overal was iedereen met karretjes het inslaan. Er was bijna geen brood meer. Er waren gewoon überhaupt heel veel dingen niet meer. En ik dacht, oké, misschien moet ik me toch maar even iets meer meenemen dan dat ik normaal gesproken zou doen. Dus ik denk dat ik voor, 2-3 weken nu. Op zich 2-3 weken, hoe zouden we in principe geen boodschappen mogen doen of hoeven doen. Maar ja, weet je, daar is het vers natuurlijk niet bij gerekend. Het zijn echt een beetje wat houdbaarheidsdingetjes die ik extra mee heb genomen. Zoals bijvoorbeeld deze crackers, die heb ik dan 3 keer meegenomen. En we hebben alvast de tas even ingepakt van het weekend. We gaan natuurlijk dit weekend wel gewoon weg. Dus ik heb deze tas ingepakt, ook met extra brood. En ook weer deze crackers, de houdbaarheidscrackers. Voor in de vriezer ook wat extra eten. Die we in de vriezer kunnen bewaren. En ja, weet je, deze krieltjes. Die heb ik ook 2 keer. En ja, weet je, het zijn dopertjes met worteltjes. En die heb ik ook een paar keer meegenomen. Ja, de Turkse brood wat we regelmatig eten heb ik 2 keer meegenomen. Dus zo leek het op een gegeven moment al een hele bult. Maar ja, ik heb dus een beetje een soort van alles 2 keer meegenomen van wat houdbaar is. En ja, bijvoorbeeld havermout, even ook als ontbijt, heb ik ook al een paar keer meegenomen. Deze neem ik eigenlijk ook bijna altijd mee, maar ook deze waren bijna op. En dan ging ook naar de kruidvat toe en jullie zagen het in de kruidvat, alle desinfecterende zeep was op. Ja, weet je wel, die desinfecterende spul voor om op je handen te doen, zeg maar, dat was al helemaal uitverkocht. En bij de kruidvat waren heel veel dingen ook extra in de aanbieding. Deze bijvoorbeeld, zakdoekjes, 2+1 gratis of zoiets. Was het. Ik heb ook deze voor Luxie weer wat ingeslagen. Dat was ook 1+1 gratis. Deze vindt Luxie altijd super lekker. Ja, liefie. Kijk, en deze soort. En deze.
niet gesponsord, deze. Kijk, dit, zo'n cleaner heb ik dan ook maar weer extra. Ik heb het in principe al wel, maar ik denk, nou ja, keukenreiniger, extra in huis. En dit Dettol, dit stond, was het enige nog wat van dit merk wat er een beetje stond. Dat is echt dat ontsmettingsmerk, zeg maar, niet gesponsord overigens ook. Dat was ook bijna uitverkocht. En deze stond er ook nog. Voor de rest was eigenlijk alle desinfecterende zeep weg, maar deze stond er ook nog. Dus ik denk, nou ja, weet je, die neem ik ook maar voor de zekerheid mee. Deze en dan was er ook nog dit kleurtje. Die andere waren allemaal al weg. Goedkoopste waren overigens allemaal al weg. Alle dure dingen stonden er nog. Nou ja, wat dure dingen stonden er nog. En ja, wat was het eigenlijk wel een beetje? Wat billendoekjes en zo bij de kruidvat, maar die moest ik sowieso hebben. Dus ja, weet je, het hele corona gebeuren is natuurlijk wel, het is dan wel een beetje een dingetje geworden. Op school zijn ze daar heel erg alert op. Wat super goed is trouwens. Op het kinderdagverblijf zijn ze daar heel erg alert op. Overal hangen briefjes. Handen wassen. Niet meer met handen schudden, zeg maar. Dus ook Leon en Lucilla, dan moet je met de elleboog mee elkaar begroeten. Leon en Lucilla kwamen op een gegeven moment ook thuis. En hun kwamen er zelf mee van mama, mama. De juffrouw heeft op school gezegd dat we elkaar geen handen meer mogen geven. En zo kreeg ik ook een beetje het gesprek met Leon en Lucilla. Dat ik erover praatte van, goh, weet je, ja, inderdaad. Hè, je kunt jezelf nu een beetje, best een beetje beschermen. Omdat je, hè, misschien die dingen zijn overdraagbaar. En als je dan niet, handen niet schudt, dan is het prima. En heel goed je handen wassen. Deden ze overigens sowieso al wel. Maar ik heb het even extra gezegd tegen ze. Ook op school, goed je handen wassen. En drogen met papieren doekjes. Als ze thuiskomen van school, dan ook meteen eerst de handen wassen. Dus ja, ik probeerde wel echt op te letten. En echt even extra een stukje aandacht aan te geven. Dat alles ja, gewoon goed schoon blijft, zeg maar. En denk, meer kunnen wij denk ik niet echt doen. Maar gewoon hopen dat alle mensen die iets hebben opgelopen, dat ze snel beter zullen worden. En dat het heel snel bestreden kan worden. En dat we gewoon allemaal weer gezond en wel verder kunnen. Je kunt het heel erg maken, maar je kunt er ook gewoon even realistisch naar kijken. Voor jezelf gewoon goed, dingen goed beschermen. En meer kunnen we denk ik niet doen. En dan gewoon hopen dat het weer overwaait en dat het allemaal weer goed komt. Maar goed, ik ga nou heel snel even de spullen daar inpakken. En allemaal in de kasten zetten en goed opbergen. En de auto inpakken. En dan gaan we zo meteen door naar het zand. Want daar gaan we weer overnachten voor dit weekend. En zo de kinderen ophalen van school. Nou, hekje dicht. Ja, gaan we met die banaan. We waren eigenlijk al onderweg, maar toen gingen we Luan Lucilla ophalen. Maar toen was papa nog wat vergeten. Hallo. Hoi. Was het leuk op school? Ja. Leon is alweer een vriendenboekje aan het schrijven. En zo, de deur kan weer dicht. Leuk, zie, ga je weer in de stoel zitten? Bedankt. Ik heb weer lekker bolletjes meegenomen voor onderweg. Mama. Ja. En dan lekker sappie hebben we alweer gedronken. Yummy, yummy. Mama. En dan gaan we weer lekker op reis. Ja. Hey, naar de prairie. Naar de prairie. Mama. Ja, dat is het. Mama knuffel. Oh, kom even knuffelen met mama. Ja. Sammy is ook weer mee. Kijk, daar staat Sammy. Sammy naar de en wie is er nou op jouw stoel gaan zitten? Toe. Is dat Pip? Ja, toe. Is dat Pip op jouw stoel? Ja. Op jouw stoel, hè? Hé, hey, moet jij inzitten, toch? Tony Pip. Tony Pip. Ja. Pip denkt, hey, als jij niet in de stoel gaat zitten, ga ik er wel in zitten. Ja, waarom ik ben teruggereden ook nog? Waarom was je teruggereden, vader? Ik kreeg nog wifi. Ik kreeg net een berichtje. Aflevering 1 preview mogen we al zien. Oeh, onze cowboy serie. Oeh, spannend. Dus ik denk, die moet ik even downloaden. Nog 1 minuutje, dan staat hij op de computer. Dan gaan we die nog even kijken. Ah. En dan gaan we. En dan gaan we. Zo, en na een autoreis van een kleine 2 uurtjes zijn we weer aangekomen op het prachtige recreatiepark Het Zand. Dan gaan we even de sleutels halen van de Bos XL. Ja. En dan zijn we weer met de Bosworks. Dankjewel weer. Ja, wij wensen jullie weer een heel prettig verblijf bij ons. Fijn met te mogen logeren en het zonnetje zijn hier. Ja, het wordt mooi. De zon was het 1 al regen, dus... Hey, hebben we daar de sleutel weer? Hebben we de sleutel weer van ons huisje? Ons hetzelfde huisje? Ja, we hebben hetzelfde de huisje weer. Leuk, hè? En de andere ook? Ja, komen de boeven ook logeren? Ja, vlag en Vins. Vlag en Vins en... Wilde Willem? Wilde William? Was het nou, Willem? Wilde William. Ja, ja. Ze spelen dat. Ze spelen dat, hè, schatje. Dat is niet echt, hè? Dat is niet echt. Nou, we rijden nu over het park heen. Weer op zoek naar onze leuke boslodge. En ja, het is weer ontzettend mooi weer op dit moment. Dus als het goed is, hebben we van het weekend weer lekker zonnetje op de prairie. Nou, we zijn er weer. Kom maar, Sil. Oh, en twee. Hoppatee. Herken je het nog? Ik
Ik wil nog naar het speeltuintje. Wil je naar het speeltuintje? We gaan meteen weer naar het speeltuintje. Ga zo naar het speeltuintje, schatje. Goed, dan gaan we zo eerst even de auto uitpakken. Ken je het nog? Kijk, dit is de lodge waar wij dit weekend weer heerlijk gaan verblijven. En tegenover zijn ook nog twee lodges. Die en die. En daar gaat de crew en de acteurs en zo zitten. Maar die komen morgen, volgens mij morgen aan. Of vanavond, ik weet niet precies. Maar wij zijn er in ieder geval nu al. Dus we gaan eventjes de auto uitpakken. En het is lekker weer. Dus misschien zo meteen even in de speeltuin spelen. Hé, hey, vind je dat lekker? Ja. Hey, we kunnen ook nog een kampvuurtje opstoken. Kijk maar, er ligt wel vast wat hout. Ja. Nee, ja, grapje. Ja. Ja, dit is ons huisje. Ja, leuk, hè? Hetzelfde. Ja, hetzelfde huisje. Nou, eerst even de auto uitpakken. En daar zijn we weer. Dit is het... Leon loopt daar met Pip. Dit is het keukentje. En daar weer de slaapkamers. En het knusse woonkamertje. Hier zo neer dan, hè? Ja, dat is goed. Het huisje schoon is al vrij. Ja, kijk, dan hebben we hier weer het leuke stapelbed. En wie gaat er nou boven slapen? Ja, Lucilla. Nou, ligt Lucilla boven? Ja. Nou, vorige keer lag jij boven, ja, hè? Ja, toen was ik het weer nachtje. En dan hebben we daar weer het badkamertje. Yes. Hier hebben we weer het leuke badkamertje. Maar. Kijk, waar we met z'n allen precies in passen. Verwarming. Ja, doe de verwarming maar aan. Het is een beetje frisjes nu nog, hè? Het boshuisje. En hier slapen mama en papa. En hier hebben we nog een kamertje. Nou, we hebben ons huisje lekker uitgepakt. Daniel die gaat even de drone helemaal installeren en meenemen, want het zonnetje schijnt buiten. Super lekker. En we hebben hierachter, heel erg leuk, de grote speeltuin. Die we natuurlijk vorige week ook al kennen. Kijk, daar gaan ze alweer. Woezel Pip mee naar de speeltuin. Oh, Luxie ook naar de speeltuin. Ja, daar is de speeltuin, hè? Ja, weet je dit nog? Kijk, daar hebben we de speeltuin.
hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.